thought I might have had it right for the first time. The back and I had a heart on the line. Left me yet another little bubble to burst. I know, I know. We zijn vandaag te gast in Cultuurhuis De Leest. We treden hierop met 3 van onze 18 jazz-pop-rockbands als voorprogramma van de grote act Wim Opbroek vandaag. De Kunstacademie Artis en Cultuurhuis De Leest hebben eigenlijk een structurele samenwerking uitgewerkt waarbij dat we elkaar helpen om leerlingen van onze academie hier te laten optreden en zo kennis te laten maken met Cultuurhuis. En vice versa, dus mensen die naar het Cultuurhuis komen, leren kennis maken met onze leerlingen van de academie. Jongeren in een cultuurhuis zijn eigenlijk een beetje, ja, soms zelden te vinden als ze niet moeten komen. Maar wij willen heel graag aan gemeenschapsvorming doen en een open huis zijn voor alle soorten mensen. En proberen bepaalde dingen met elkaar te laten kruisbestuiven. En de kinderen en jongeren hebben natuurlijk unieke speelkansen om hier dus in het foyer, eigenlijk voor 450 man die op een bepaald moment staat te wachten, te spelen. Dankzij heel gemotiveerde leerkrachten van Artis proberen we dat te bolwerken. En ik moet zeggen, dat is eigenlijk wel een heel groot succes. Wij zorgen voor het artistieke. Wij treden op met onze bands. Het Cultuurhuis en Stad Isegem zorgt voor de logistieke ondersteuning, de mensen. Dus we kunnen eigenlijk genieten van onze leerlingen te laten optreden in professionele omstandigheden met licht en geluid, voorzien door de mensen van De Leest. In juni hebben wij ons slotmoment van onze Jazzpop Rock afdeling en dan zijn we zelf eigenlijk de hoofdact. Dan zitten we in de grote zaal met al onze 18 bands die optreden, ook volledig ondersteund door de technici, professioneel klank en licht van De Leest. Door een jaarlijks festivaletje te organiseren, eigenlijk is het een soort examen, hè, dat ze op het podium hier moeten spelen. En in plaats van dat in een duffe muziekklas te doen, kan dat hier op het podium. Waardoor dat misschien soms anders eerder saaie examen voor een tiental leerkrachten eigenlijk een soort popfestival wordt. Waar dus al bijna vol zit en waar mensen dan ook zelfs een pintje kunnen drinken terwijl ze naar het examen van hun kinderen aan het kijken zijn. Met onze Jazzpop Rock afdeling promoten we of gaan we altijd zoveel mogelijk gaan stimuleren dat onze leerlingen buiten de schoolmuren gaan optreden. Dus we gaan ons ook wel gaan verankeren in het Isegemse uitgaansleven. Allee, dus we gaan ook in het buiten De Leest ook nog gaan optreden met onze bands. Vanavond speelt er een initiatieband, dat zijn de eerste jaar die dan voor de eerste keer nu gaan optreden. Dus er is al enige nervositeit bij die jongens en meisjes. Tof publiek. Ze klapten er veel. Ze zijn ook al, als ik naar de band moet gaan, dat ook even weg is van school. En dat mij real spanning heeft. En het begin is wel stresserend, maar in zijn band te spelen is het wel al direct zo een verlossing dat mij bond en dan laat het wel. Ik vind het heel tof dat ik het heb bereikt. Dat ik heb een talent en ik vind dat heel tof dat ik in een band kan spelen. Ik vond het ook tof, dat is veel publiek. Ja, ik kan het zeker aanraden aan alle steden en gemeenten in België. Er zijn heel veel positieve effecten voelbaar, merkbaar, door zo'n structurele samenwerking op te zetten. Wat kan ik er nog meer bij zetten? Ja, lang leven cultuur. Muziekonderwijs moet leuk worden en ik denk dat wij kunnen proberen om daar ook een beetje aan mee te helpen, om die beleving nog groter te maken, zodat jongeren en kinderen blijven zin hebben om muziek te maken en hopelijk ook weer allemaal massaal met een eigen band te beginnen en zo. Let you go.